Ja, het is ook nog dingen om aan de muur te hangen. Het is toch niet helemaal af, maar... Nee, het leven is ook nooit af. Fiets op weg misschien naar een nieuw persoonlijk record. 23,70. Het blijft maar duren met Norvits. Is die op weg naar een medaille? Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik al aan mijn plafond zit. Norvits, op weg naar brons of wordt het een vierde plaats? Er was een feestje, maar ja, ik ben dus vroeg gaan slapen. Want zilver in quarantaine gevierd. Ja. Dag Noor. Hallo. Goedemiddag. Dankjewel dat ik op zaterdag naar hier mag komen. Graag gedaan. Neem ik niet te veel van jouw vrije tijd dan? Nee, het is oké. Ja, een beetje. Allee, vrije tijd. Anders zou ik aan thesis zijn. Dus. Zaterdag is gewoon studiedag. Ja. Waar gaat jouw thesis over? Monitoren van de trainingsbelasting bij sprintkijkers. Kan je even iets specifieker nog gaan? Wat monitor je precies? Welke parameters bestudeer je allemaal? Ja, we gaan lactaat-testen doen om te kijken hoe goed ze verbeterd zijn gedurende de trainingsperiode. We gaan ook de trainingsintensiteit-distributie of de trainingsintensiteit-verdeling van een bepaalde periode bekijken en die dan ook met die lactaat-testen vergelijken. En verder gaan we ook nog naar de HRV-metingen kijken. De HRV-metingen? De heart rate variability. Oké. Ja, zo van alles. Maar het is nog niet 100%. Allee, we zijn er nog wat mee bezig. Dus hoe ver zit je al? Ik bedoel, qua tijd dan? Hoe lang ben je er al aan bezig? Sinds oktober. Okay. Ja, eind september. Laatste week van september. Momenteel nog literatuurstudie aan het doen, dus er moet nog veel gebeuren. Klein angstje in de ogen, maar het komt wel goed tegen het einde van het jaar. Vind je het boeiend? Ja, dat wel. Wel, wel leuk. Ja. Misschien gaan we het er straks nog over hebben. Ik heb foto's meegebracht, je mag die omdraaien. En dan gaan we daar aan de hand daarvan praten, dus kies er maar in uit. Okay. Direct een leuke. Een leuke, omdat? Omdat mijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap was. Dus ja. Ja, het gaat over het EK Indoor. Ja. Eerder dit jaar. Heb je jezelf daar verrast? Ja, ik heb me verrast in de zin dat ik nooit had gedacht dat ik ooit een medaille ging halen op een internationaal kampioenschap. En ja, dat was dus gelukt. Dus, En wat denk je als je naar die foto kijkt? Het doet mij terugdenken aan de blijdschap die ik had. Was die groot? Ja. Was die onmetelijk groot? Die was wel heel groot. Gepaardgaande met een feestje achteraf? Of zegt de topsportatleet in jou, dat doen we niet? Ik weet niet of jullie dat verhaal hadden gehoord, maar Eline Berings was toen positief getest. En ik sliep met Eline Berings op de kamer en wij moesten alle twee in quarantaine. Dus iedereen had een feestje. Er was een feestje, maar ik ben dus vroeg gaan slapen. Want zilver in quarantaine gevierd. Ja. Dat is wel heel jammer voor de eerste. Ja, dat was een beetje jammer, maar het was de medaille jammer. De medaille is wat telt natuurlijk. Ja, het is dat. En het was meer jammer voor Eline dat zij niet mocht lopen. Dus, Klopt. Waar hangt ze? Hangt ze hier? Ligt ze thuis? Nee, ze ligt thuis. Ja. Thuis bij de ouders? Ja. In Vilvoorde? Ja. Yes. Ja. Voorlopig heeft ze daar nog een goed plaatje, maar ooit neem je ze toch terug in huis, hè? Waarschijnlijk wel. Het staat zeker goed in het zicht. Dus. Wat is voor jou het hoogste? Die vierde plaats op de Spelen of zilver op het TK Indoor? De vierde plaats op de Spelen. Hoewel dit de medaille is. Ja, dat is waar. Maar de Spelen is toch nog iets anders. Dat zeg je formeel, daar moet je niet lang over twijfelen. Nee, dat is waar. Ik denk ook het feit dat op de Spelen op de zevenkamp was en Indoor de vijfkamp is nog een verschil. Mm-hmm. Zeker omdat ik weet dat op de vijfkamp ik wel net iets beter ben
Dus ja. Ja, onderbouwde uitleg, kan ik zeker mee leven. Was dit, die medaille dan op het EK Indoor, was dat de kennismaking met het grote publiek met Norwitz of van het grote publiek met Norwitz? Ja, ik denk wel een beetje. Toen veranderde er toch of kreeg ik toch wel iets meer vraagjes voor interviews, berichtjes van iedereen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Is dat een wending die je graag ondergaat? Of is dat toch iets wat voor jou wat onnatuurlijk is? Misschien eerder wel een beetje onnatuurlijk. Maar ergens is het ook wel een beetje leuk. Soms misschien wat veel en moet je wel keuzes maken. Maar ja. Het hoort erbij natuurlijk. Ja, het hoort erbij. Het is teken dat het werk geapprecieerd wordt en dat het resultaat er komt, want anders zouden al die vragen niet komen natuurlijk. Ja. Hoe verklaar jij dat je, als ik dat mag zeggen tenminste, dit jaar helemaal doorgebroken bent? Ik denk dat we al heel lang hard aan het werken zijn. En we hebben dat wel heel traag opgebouwd. We hebben echt wel onze tijd genomen voor alles. En vroeger kampte ik ook wel regelmatig met wat blessuurtjes. En ik ben ook wel verbeterd in het monitoren van die blessuurtjes. Daar heb je het weer, het monitoren. Dus ik denk dat ook een grote hulp of een grote stap voorwaarts is geweest. En dan gewoon al het werk van de voorbije jaren dat op zijn plaatje valt. Een soort accumulatie van al het werk dan? Ja. Ik denk het. Zowel fysiek als mentaal, denk ik. Want op zich heb je niks speciaals anders gedaan in de voorbereiding. Je hebt jezelf de trainingsschema's, hier en daar wel wat gefine-tuned waarschijnlijk. Maar het is niet dat je van trainer bent veranderd, dat je plots totaal andere dingen bent gaan doen. Nee, helemaal niet. Nee. Dus het is echt gewoon een verderzetting van de logische evolutie. Ja, denk het. Denk jij dat je nog zo'n stap kunt zetten? Want de buitenwereld heeft de indruk dat dit voor jou een soort kwantumsprong was. Door de resultaten natuurlijk. Hè? Ja, ik heb absoluut niet het gevoel dat ik al aan mijn plafond zit. Dus we zullen zien. Kan je dat uitleggen, waarom je dat niet voelt? Op bepaalde disciplines voelt je gewoon van... Ja, hier kan zo nog wel net iets meer uitkomen. Er zijn technisch nog verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld. Dan, als dat lukt natuurlijk, want dat is de als-vraag, dan ben jij gewoon stevast een kandidaat op medailles. Ja, we zullen zien. Daar denk ik liever niet te veel over na. Omdat je dan jezelf druk oplegt? Of omdat er dan druk zou kunnen gecreëerd worden van buitenaf? Ja, enerzijds dat misschien een beetje, maar anderzijds ben ik zo meer bezig met het proces gewoon dan het resultaat. En ik vind het ook gewoon leuker om bezig te zijn met dat proces en te denken aan van hoe kan ik dit verbeteren en dat. En dan het resultaat komt gewoon vanzelf dan. En daar moet je niet naar zitten wachten. Dus, het komt er dan wel uit. Ja. Ik kan me voorstellen dat, je mag me verbeteren natuurlijk, maar dat in zo'n druk schema, met ook inderdaad die studies die toch ook redelijk ingewikkeld zijn, waar veel tijd naar gaat, dat in zo'n leven een relatie quasi onmogelijk is. Of denk jij van niet? Nee, dat gaat wel. Oké. Okay. S'avonds nog een beetje. Je kan het er altijd in passen. Ja. Mocht het nodig zijn. Ja. Hallo. Misschien een beetje minder, moet tevreden zijn met wat minder tijd dan, maar... Dat lukt wel allemaal. Ja. Of dat moet wel lukken. Denk je dat dat dan sowieso ook iemand moet zijn uit de atletiekwereld? Of op zijn minst de sportwereld? Iemand die dat dan wel snapt? Dat weet ik eigenlijk niet goed. Dat moet ik ondervinden nog, denk ik. Je hebt nog tijd, denk ik dan. Ik denk dat ze inderdaad wel een beetje moeten snappen van... ik denk dat sommige mensen wel denken van... Hoe zot zijn jij dat je zo ver rijdt voor gewoon een... Even te gaan trainen of dat je er zoveel tijd in steekt. Dus, Want Huis de Zolder is echt wel... Het is niet dat je hier twee gemeentes verder naar een atletiekpiste wil. Nee, je gaat gewoon naar Huis de Zolder. Ja. Het is natuurlijk ook niet elke dag, maar naar Gent ga je dan ook. Ja, ik denk 3 keer per week of zo ga ik naar of Huizen of Gent. 3-4 keer, zoiets. Ja. Dat is... Ja, ik weet niet, dat hoort erbij. Dat is deel van de training. Dus...
Ja. Nog even terug naar wat je daarnet zei over dat je nog niet aan je plafond zit en de waardeverhoudingen dan binnen jouw discipline. Naffy die lijkt onaantastbaar. Je mag mij verbeteren. Mag... Ja, Naffy is supertalent. Dus, supertalent wel, maar is ze onaantastbaar? Ja, ze is al geklopt. Dus, iedereen, is, denk... iedereen is te kloppen. Ja. Ja, denk ik wel. Ooit zullen er zeker nog meisjes komen die beter zullen zijn. Kan jij ze kloppen? op haar beste, op dit moment, nee. ja, geen idee. We zullen wel zien. Maar het is niet dat je daar per se op voor, bij voorbaat al bij neerlegt? Ah, nee, totaal niet. Ik doe gewoon mijn ding. En ja, ik probeer eigenlijk gewoon mezelf te kloppen. Dus, ja. Dat lijkt me nog altijd het beste. Hoe zie je daarna, na Naffy, eigenlijk de waardeverhoudingen in het deelnemersveld? Ja, je hebt de Nederlandse meisjes, die ook heel goed zijn. Johnson Thompson, die helaas wel gekwetst was. Dus ja, ik weet niet hoe dat nog in de toekomst gaat zijn. Je hebt een paar Amerikaanse meisjes die wel goed zijn. Ja, dus ja, mooi hoopje. Dat is waar, maar wie is er voor jou een goede tweede en een goede derde in het deelnemersveld? Of vind je dat het te veel afhangt van wedstrijd tot wedstrijd om daar echt een quotering op te kleven? Ja, ik vind het eigenlijk heel moeilijk. Ook omdat ik daar niet zo mee bezig ben, denk ik, met die andere atleten. Dus ja. Toch maar met jezelf bezig zijn. Ja, inderdaad. Draai nog een foto om. Yes. Leuk foto met de familie. Ja, met de familie. Ja. Dat moet dan bij terugkomst geweest zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, die waren... Allee, die vonden het enorm jammer dat ze niet mee mochten. Dus ja. Zo zijn er nog geweest, denk ik. Ja, ik denk het. Ja. Hoe trots waren ze? Heel trots, ja. Het was heel fijn om te zien. Dus, heb je toen kunnen delen vanuit Tokio? Of was het echt wachten tot je weer in België kwam om het even allemaal te kunnen uitleggen? Ze hadden zo... op de piste zelf kon je zo skypen of weet ik veel, met mensen of met je familie. En mijn ouders hadden dus zo ingebeld. Dus net na de 800 meter hadden we zo al een kleine conversatie kunnen hebben. Dat was wel grappig. Wat zeg je tegen elkaar dan? Ja, ik denk dat ik zei van... Zot, hè? Allee, ja, ik wist niet goed wat ik moest zeggen, maar gewoon van... En ja, ik denk dat ik echt zei van... Ja, wauw, allee... Ja, en dan dat zij echt zo waren van wow, Noor, allee, wat doet je nu? Dus, geloofde zij er harder in dan jij dat dit soort uitslagen mogelijk was? Want ik heb jou hier al horen zeggen van ja, ik heb mezelf wel wat verbaasd. Nee, ik denk dat ik hen ook wel verbaasd heb. Ja. Dus, ja. De familie der nuchtere personen. Ja, denk het. De familie Fiets staat met de voetjes op de grond. Ja. Mag, hè? Mag, absoluut. Hoe hard heeft een atleet zijn familie nodig om er te geraken? Heel hard, denk ik. Ja, mijn ouders hebben mij echt van jongs af aan overal naartoe gebracht, naar alle trainingen. Toen speelde ik ook nog basket, brachten ze mij van de topsportschool. Ging ik zelf gaan basket in Boom doen. En mijn mama ging me s'avonds in Boom gaan halen om dan naar Gent te brengen. En dan terug naar... Allee, zo van die zotte dingen dat je denkt van, waarom doen jullie dat? Maar zo, allee, dat is wel... hoe dat ik hier dan ben geraakt. Dus ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En nu ook gewoon ja, de steun. En ja, dat is fijn. Denk je dat zonder die steun mogelijk is? Ik denk dat het moeilijker is. Ja. Een heel stuk moeilijker, vermoedelijk. Ja. Maar moet zeker lukken. Ja. Volgens mij wel. Hebben ze eigenlijk atletische genen? Hebben zij een verleden in de sport? Ja, we zijn een heel sportieve familie, maar geen topsport. Maar ons mama heeft jaren gevolleybald, tennis nog altijd, padeld. Iedereen padeld. Ja, voilà. Ons papa heeft heel veel gefietst en gelopen. Niet in wedstrijdverband, maar op zijn eigen. En mijn broers en zus, die spelen ook allemaal... Heb je twee broers? Twee broers. En een zus. Dus, ja. En zijn er daar gewoon recreatieve sporters of ook sporters op hoog niveau bij? Op
gewoon niveau wel competitief, maar oh, ja, niet op hoog niveau echt. Ja, jij bent de meest vooruitgeschoven pion op dat vlak van de familie. Ja, ik denk dat zij ook net iets liever willen gaan feesten en al die dingen. Dus. Het schijnt dat dat moeilijk verzoenbaar is met een topsportcarrière. Dus ja, ja. Hoe reageerden de broers en zus? Ja, die waren ook heel trots. En die waren ook zo van, allee, wat doet je nu? Een beetje verbaasd zo. Ons Noor, allee zeg. Ja, van waar komt dat nu? Zo, dus ja. Dat is wel grappig. Gaan ze normaal vaak mee, de familie, naar wedstrijden? Ja, mijn ouders gaan bijna altijd mee. Die kiezen op basis van mij hun vakantietripjes, denk ik. Dus als ik naar daar ga, zeggen ze, dan gaan we daar op vakantie. Dus ik denk dat dat wel makkelijk is voor hun. Dan hebben ze geen keuzestress meer. Ja, maar je dus komt die meestal willen... wel op fijne plaatsen, hè? Ja, inderdaad. Maar plaatsen waar je anders nooit aan zou denken soms. Dus ja, die willen altijd wel mee. Dus op het EK Indoor waren ze er nog bij? Ja, waren ze er ook niet. Dat waren ze er ook niet. Nee, het is juist. Ja, was dus, ook al volle bak corona. We hebben van alles gemist. Ons mama is... ja, het wachten tot ze weer mee kan. Ja, waar gaat het komende WK door? In Servië. Belgrado, ja. Ook bijzonder. Ja, ja, ze zouden, allee, als ik zou gaan, dan zouden ze zeker meegaan. Ja. En als het mag. De Balkan, altijd de moeite om eens gaan te bekijken. Het is toch een regio waar je doorgaans niet zo gauw komt, hè? Nee, daar zijn we nog niet geweest. Dus, nee. Belgrado, ja, iets nieuws. Belgrado, here we come. Je woont niet meer thuis? Nee, ja. Ik ben eigenlijk... Ja of nee? Half nog een beetje. Nog een beetje. Er staan nog kleren van jou, of er liggen nog kleren. Ja, en ik slaap er wel wekelijks nog eens. Maar ik ben officieel Leuvenaar eigenlijk. Sinds kort. Veel voor de vaar wel gezegd. Ja. Maar niet in het hart. Nee, voilà. Altijd veel voor naar. Ja, maar dit gedaan vanwege het gemak, vanwege de studies? Ja, studies, trainingen. En je wordt een jaartje ouder en het is ook wel eens leuk om jezelf te beginnen. Op de eigen poten te staan. Dus voilà. Ja, en dan ben je in het Leuvense in Kessel overzeild geraakt. Woon je graag? Ja, oké, wel. Het is fijn, samen met mijn vriendin. Zo co-housen. Het is wel leuk. Is zij ook een topsportster? Nee, dat is bio-ingenieur ook. Oké, ja. Dat is dan het raakpunt. Ja. Ja. Trekt zij soms grote ogen wat je allemaal doet voor je sport? Ja, denk ik wel. Maar ja, ze is ondertussen wel gewoon, denk ik. Ja, best denk wel. Ik laat ze maar doen. In wat voor een gezin ben je eigenlijk opgegroeid, Noor? Ja, een groot gezin. Is leuk. Ben jij de jongste, de oudste? De derde. Van waar te beginnen? Van het oudste beginnen, ja. Okay. Ja. Top 1 na jongste eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus ik vind het echt fijn om zo'n grote familie te hebben. We doen ook zondagavond altijd nog een familiedineetje. Dus, dat is vaste prik. Ja. Hoe was Norwich eigenlijk als tiener? Ik was veel aan het sporten. Veel aan het sporten en veel aan het werken voor school altijd. Klinkt als zeer plichtbewust, als zo de ideale dochter. Goh, dat ook niet altijd. maar ja, denk je dat ik wel zo mijn bezigheden had. Dus, Hoe zou jij jezelf omschrijven? Een doorzetter, goed lachs. Zoiets. Ik weet niet. Ja, zo'n vrij accurate omschrijving. Voor zover ik jou al heb leren kennen in die eerste 20 minuten. Maar ja, aan de dingen die ik hoor, doorzetten en klopt. En je hebt hier al meerdere keren gelachen. Dus goed lachs klopt ook. Eentje van Naffi. Ja, de koningin van de Zevenkamp. Voor de Belgische atletiekwereld, de internationale atletiekwereld, natuurlijk een zegen. Is er dat ook voor de atleten Norwich? Ja, denk ik wel. Ik vind het heel fijn om mee met Naffi die wedstrijden te kunnen doen. Het is leuk om naar op te kijken. Het is een persoon om naar op te kijken ook. Dus Ja. In zekere zin zou ik ook kunnen zeggen dat ze jou... Het is een negatief woord, maar dat ze jou blokkeert. Ik bedoel, ze is de nummer 1, dus dat betekent een plaatje lager voor jou. Aandacht gaat ook vaak naar haar, sponsorcontract en dat soort zaken allemaal. Of kijk je er op die manier totaal niet naar? Nee, helemaal niet. Ik kijk er eerder positief naar, dat de aandacht naar haar gaat en niet te veel naar mij. Dan kan ik mijn eigen ding doen. Dus eerder in die zin.
Zou je het kunnen zeggen dat jij beter vanuit de schaduw opereert? Dat dat jou beter afgaat? Ja, dat weet ik dus niet, want ik denk dat ik daar altijd ben geweest. Dus ik weet niet hoe het anders is. Wel, het zou kunnen natuurlijk met die prestaties van 2021. Nee, het zou niet kunnen. Het zal zo zijn, ja, als jij naar een kampioenschap gaat, ja, er zal ook voorbeschouwd worden op jou nu meer en meer. Hè. En wat gaat ze kunnen? De lat ligt nu daar. Gaat ze er nog boven? Gaat ze eronder? Ja, het vergelijkingspunt is er nu wel. Hè. Ja, dat is waar. Maar ja, van mij mag de aandacht wel naar Navin blijven gaan. En, dat zal ook gebeuren. Ik ben er wel graag. Dat zal ook gebeuren, vooral duidelijkheid. Hoe goed is jullie band? Ja, oké, wel. Allee, het is niet dat we... Want ik krijg die vraag heel vaak, zijn jullie vrienden? En dan denk ik, ja, we zijn geen vrienden. Allee, dat lijkt me moeilijk. Het is niet dat we afspreken buiten atletiek of buiten de wedstrijden of zo. Maar ja, tijdens de wedstrijd zelf of tijdens de rust, ja, dan zeggen we wel van alles tegen elkaar. En dan, het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk met taalverschil. Ja. Maar bestaat vriendschap in atletiek? Ja, denk ik wel. Ja. En ook binnen je discipline? Of is daar dan toch iedereen ook nog een stukje rivaal en is het dan moeilijk om een vriendschap te maken? Nee, ik denk dat er wel vriendschap bestaat. Maar ja, het is niet dat ik echt al binnen de meerkamp echt vrienden heb gemaakt voor het leven of zo. Of, ja. Ja, daarvoor kom je elkaar ook net iets te weinig tegen, denk inderdaad. Ik dan. Het is vriendenbanden moeten toch gesmeed worden uiteindelijk en moeten dingen gezegd worden en elkaar vaak zien en inderdaad. Dat soort zaken. Maar het is wel fijn, want we komen toch vaak dezelfde atleten tegen en het is echt wel een fijne groep en een fijne sfeer altijd. Wat zou jij graag hebben dat zij heeft? Ik vind... ik kijk vooral op eigenlijk naar haar mentale weerstand. Of hoe zegt je haar? Mentale kracht. Omdat ze toch blijft winnen. Ook al heeft hij zoveel druk op haar schouders. En ze doet het elke keer weer. En dat vind ik toch echt heel, heel mooi. Ja, vooral die titel in Tokio lijkt er me dan echt eentje van de mentale kracht. Want het liep daar net iets minder. De druk was bijzonder groot. Ja. Je ziet er nu ook heel duidelijk dat die druk wel even van de ketel moet nu in haar leven. Praat ze daar soms over druk bijvoorbeeld? Hoe zij dat ervaart? Of is dat zo iemand waarvan alles afgeleid? Nee, allee. Ik denk dat we echt eerder over zo... Koetjes en kalfjes praten of ja. Ja, niet echt de grotere gesprekken. Nee. Denk je dat het loodzwaar is om Navitiam te zijn? Ik denk het wel, ja. Allee, ja. Als zij tweede wordt, dan is ze verloren. Volgens iedereen. Terwijl het dan nog altijd heel goed is. Dus ja. Ja. Hoe lang houdt ze het nog vol, denk je? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze nog wel nog niet klaar is. Nog niet klaar, dat betekent Parijs. Dat zijn dingen die ze nog wel in haar hoofd heeft, vermoedelijk. Denk je dat ze zich wel even moet, dat ze wel even nood heeft aan wat rust, wat adem? Ja, dat kan ik wel geloven. Ik denk dat, allee, ze heeft dat ook genomen, denk ik. Dus, ja. Maar je verwacht haar wel volgend jaar op de kampioenschappen weer daar te staan? Ik vermoed van wel, maar ja, dat weet ik niet. Nee, je weet er duidelijk niet veel van. Het is een oppervlakkig contact, maar dat mag, uiteraard mag dat. Hebben jullie eigenlijk al vaak samen getraind of gebeurt dat ook niet? Af en toe op stage, maar we hebben wel gemerkt dat onze opbouw is zo toch net iets anders. Dus dan passen haar trainingen net niet zo goed in mijn schema bijvoorbeeld, of andersom. En met opbouw bedoel je dat op een bepaald moment jouw zware blokken anders liggen dan haar zware blokken? Ja, of dat zij al sneller maximaal gaat en ik dan wel langer echt nog super maximaal blijf trainen. Ja. Dus, ja. Ja, iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt natuurlijk. Hè. Was jij verrast dat ze daar goud heeft gepakt in Tokio? Nee. Ja, gezien haar status niet, maar het was wel lastig. Ze heeft het niet cadeau gekregen. Na dag 1 zag het er niet geweldig goed uit. Allee, het zag er goed uit, maar evengoed ook niet goed, hè? Ja, maar blijft Navi en ja. Dat is waar, maar nu, pas op, je moet wel proberen abstractie te maken van wat we nu allemaal weten. Probeer terug te gaan naar het moment na dag 1. Je bent natuurlijk met je eigen prestatie waarschijnlijk te veel bezig. Ja. Maar als je dan de tabellen ziet, denk je van oei, gaat dit toch moeilijk worden voor haar? Goh, is dat natuurlijk...
ik weet niet goed meer. Allee, of ja, ik heb zelf ook niet naar die scores gekeken na dag 1 of zo. Dus ik weet niet goed meer hoe dat ze daarvoor stond toen. Maar ze heeft altijd op dag 2 nog dat speerwerpen. En ja, daar is ze wel super goed in. Ja. Verspringen ook super discipline bij haar. Dus ze heeft daar wel nog op dag 2 heel erg goede disciplines achter de hand. Hoewel dat speerwerpen altijd aan een zijden draadje hangt bij haar natuurlijk, hè, met die elleboog. Ja, oké. Okay, dat kan de twee kanten uitgaan ook, hè? Ja, dat is waar. Maar ik denk dat ze nooit echt heel slecht zal werpen. Dus, ja. Ja. Dus jij had zo wel iets van... Dat wordt hier wel binnengerijfd, dat goud. Dat is wel gewoon normaal. Als zij op haar niveau blijft, wat ze nu aanhoudt, is er iemand die haar kan bedreigen? Ja, we hebben al gezien dat Johnson Thompson heel dichtbij komt. Ja, maar dan moeten we wel een vraagteken achter plaatsen, denk ik, achter Johnson Thompson. Inderdaad. Omdat we de beste versie daar ooit nog van zullen terugzien, is toch wel... Dus en anders zal het aan de nieuwe generatie zijn, denk ik. Wie zijn zo de nieuwe sterren aan het firmament, denk jij? Wie is er opkomend waarvan je denkt van, maar dat is echt eentje die we in de gaten moeten houden? De Hollandse ook. Emma Oosterwegel doet het enorm goed. Ik hoor aan hoe lang je erover moet nadenken dat er toch nog niet zoveel zit aan te komen. Dat het vooral van Naffi zelf afhangt. Als zij haar niveau kan aanhouden, dan gaat hij gewoon nog prijzen blijven binnenrijven. Ja. Ja, nou goed, dan weet ze wat haar te doen staat. Neem nog een volgende foto. Aha. Leuk, ja. We zien foto's samen met twee goede vriendinnen van mij, waarvan Helene, de basketster, van bij de Belgian Cats ook. Super, super tof dat we daar met twee op de spelen stonden. Ik vind het echt, dat is speciaal. Ik denk dat moment. Uniek is. Dus, allee, of vrij uniek toch? Ja, want hoe lang kenden jullie elkaar al? We hebben vroeger al tegen elkaar gebasket. Maar toen kenden we elkaar nog niet zo heel goed. We hebben ook nog stages samen gedaan. Maar we zijn echt vrienden geworden in eerste jaar UNIF. Oké. Ja, alle twee bio-ingenieur. En toen hadden jullie allebei al de droom om naar de Spelen te gaan? Ja, ik denk het wel. Ja, uiteraard. Ja. Jij had hem al in 2016, misschien zelfs al vroeger. Je hebt het toen nog ergens in een tweetje meegegeven, denk ik. Hè? Die komt ook af en toe nog eens terug, hè? Die tweet waarin je Naffi feliciteert en dan zegt ik hoop dat de Kruid zelf is staan. Ja, that aged well. die tweet. Maar goed, voor hun was het ook op dat moment nog onduidelijk. Hè, als ze er konden gaan spelen met de Belgian Cats. Eerste jaar UNIF, dat is ondertussen toch al... Ja, dat is 7,5 jaar geleden. Dat is al even... Nee, ja, ik vind... Dus dat is toch nog een groot vraagteken voor allebei, omdat dat op dat moment gaat lukken. Hè? Ja, dat is waar. Ja, en bij mij is individueel, bij haar is in een ploeg. Maar ik vind het echt super tof dat de Belgian Cats... Het zo goed hebben gedaan afgelopen jaar. Is absoluut. Heel leuk. Hoe groot was de kans dat jij een basketbalspeelster zou geworden zijn? Ja, ik denk dat die kans nog wel vrij groot was. Maar volgens mij hadden de Belgian Cats in die tijd ook al zo goed gepresteerd. Dan ging de kans waarschijnlijk wel nog een beetje groter zijn. Omdat er toen... Wat bedoel je? Ik denk nu heb je zo'n ploeg om naar op te kijken. En denk je van... Ja, je kunt ergens naartoe groeien. En wanneer was dat? 8 jaar geleden heb ik die beslissing gemaakt, denk ik. Dan, was dat er niet? Nee, was dat er niet. Dus wist je niet van... Allee, ik dacht van, als basketster kun je nooit naar de Spelen. Toch niet als Belg. Dus, Om maar te zeggen hoe belangrijk het is dat je die voorbeelden hebt. Ja, denk ik wel. Dat absoluut. Er nu veel jonge meisjes aan het basketten zijn waarschijnlijk. En met deze gouden generatie beginnen dromen en hopen van zelf iets te realiseren. En daar plukken wij dan weer de vruchten van over 5 à 10 jaar. Ja, denk ik wel. Ja. Absoluut. Mooi. Hoe goed was jij? Ik heb mijn ploeg in Boom op het einde. Dat was bij de kadetten. En wij kampioen gespeeld van Vlaanderen. Dus ja. Dat is best oké. En dan... Welke positie speelde je? Forward. Dus 2, 3. Ja. Ik heb met de vrouwen tweede landelijke gespeeld. Maar dat was de periode dat ik ook in de topsportschool atletiek eigenlijk al zat.
Dus heel veel train ik niet meer op de basket. Maar ja, ik wou dat wel blijven doen. En ik ben blij dat ik dat mocht blijven doen ook. Zou je soms liever een teamsport doen dan een individuele? Ja, het is totaal anders, hè. Het heeft alle twee zijn charmes. Dus ja, ik weet niet. Ja, soms als je zo de teams bezig ziet en zo echt zo dat groepje en ja, dat lijkt echt superleuke sfeer. En dan ja, hebben wij soms een heel eenzame sport. Maar langs de andere kant ja, is een individueel sport ook wel echt heel mooi. Want je kunt echt zien van, ja, hoe dat jij vooruit gaat en dat is waar. Je eigen prestaties. Dus de keuze nog niet beklaagd? Nee. Maar wie weet ga ik na mijn atletiekcarrière nog wat gaan basketten. Waarom niet, ja. Misschien nog met... Het zou mooi zijn natuurlijk, hè. Eén keer als zevenkamster naar de Spelen en dan nog eens dat zou met straf de Cats. Zijn. Dat zou heel straf zijn. Volg je het eigenlijk nog een beetje, trainen. Basket? Volg je dat nog? Ja, de Cats volg ik. Ja. En ik ga af en toe nog eens naar mijn oude ploeg gaan kijken. Inboom? Ja, Inboom. Ja. Leuk. Ja, maar NBA, dat soort zaken, dat dan weer niet. Nee. Dat is er wat echt. Over. Ja. Met wat valt er volgens jou het meest te verdienen? Als basketbalspeelster of als atlete? Ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik heb het gevoel dat als je echt een heel goede basketster bent, of... Alhoewel, nee, ik heb het gevoel dat je als basketster net iets minder goed moet zijn om meer te verdienen. Oké. Okay. Als atlete. Ja. Snap je? Ja, ik begrijp wat je wil zeggen. Ja, of, ja, je moet... Ik denk dat Nafi Thiam dat die nu wel deftig haar boterham verdient. Mag het hopen al sinds voor haar. Maar daarvoor moet je inderdaad dan wel twee keer Olympisch kampioen worden en een paar wereldtitels nog halen. Ja. Terwijl je bij wijze van spreken gewoon aan de Europese top zou kunnen meedraaien of zelfs subtop en daar al je brood mee verdienen in basket. Ja, denk ik wel. Allee, denk ik. Hè. Ik heb eigenlijk geen idee. Dan heb je een slechte keuze gemaakt. Mocht dat zo zijn. Maar nee, want... Het is niet voor het geld dat ik het doe. Nee. Hou jij er eigenlijk nu iets aan over? Verdergaand op dat thema. Hou je er nu iets aan over aan je sport? Aan dat ik gebasket heb? Of? Nee. Hou je er nu iets financieel aan over aan, zo, aan op die manier. Aan atleten zijn? niet zoveel, denk ik. Ja. Ik kan mijn huur betalen. Nee, ik weet niet. Ja, dat is ook al iets. Ik denk dat ik blij ben dat mijn ouders me nog goed sponsoren. Je bent wel vierde op de Spelen uiteindelijk. Je hebt zilver op een EK. Stel je daar dan vragen bij? Of komt het gewoon niet in jou op? Ben je er niet mee bezig? Goh, ik ben er echt niet zo veel mee bezig. Ja, ik heb ook nog altijd... Ik denk altijd van... Ik heb mijn studie nog achter de hand. Dus ja, daarna kan ik gaan werken en dan... verdien ik mijn geld al. Ja, dat is een bepaalde redenering. Je zou kunnen redeneren van, ja, ik steek er enorm veel tijd in. Ik zie toch redelijk wat af in mijn leven voor die sport. Het zou toch fijn zijn mocht ik daardoor een appeltje voor de dorst hebben en misschien zelfs na die sportcarrière even de tijd hebben om de kat uit de boom te kijken. Ja. Goh, ik doe het echt vooral gewoon omdat ik het heel fijn vind. En die extra centjes is gewoon wel leuk. Omdat dat, als extra, omdat dat erbij komt. Maar dat is niet mijn drijfveer of zo. Ik ben vorig jaar tot stadsambassadrice van Vilvoorde benoemd. Proficiat. Ja, dank je. Dat is wel een leuke... Is dat voor het leven? Ja, blijkbaar wel. Dus, ja. Ja. Wat is er zo mooi aan Vilvoorde? Ja, het is mijn geboortestad. Het is... ik weet niet. Het is zo thuis. Wat is er zo mooi aan? Ja, ik vind de Drie Fonteinen, is het park waar achter de atletiekpiste, is heel mooi. Het kanaal met de brug erover. Ja. Heb je een favoriet plekje? Gewoon thuis, denk ik dan. Ja. Oost-West, thuis best. Heb je favoriet restaurant in Vilvoorde? Ja, dat wel. Maar ik heb er wel zo een paar, denk ik.
Dus. Je mag ze allemaal benoemen. Ze allemaal benoemen. Oké. Okay. Ja, voor een lekkere paardenstuk moet je bij de Kuiper zijn. Ja, ja, die kennen we natuurlijk. Ja, ja, Cantina Caramba, voor wat Mexicaans. En er zijn zoveel nieuwe dingen aan het komen ook. Dus je moet nog eens terug op ontdekkingstocht gaan. Ja. Ja. Stel dat je 10 mensen buiten Vilvoorde dan zou vragen... Wat denk je van Vilvoorde? Dan denk ik niet meteen dat ze het een mooie plek gaan vinden. Want ik denk dat de meeste mensen aan industrie denken, aan drukte in de rand van Brussel. Ja. Maar is dat een verkeerd beeld van Vilvoorde? Het is wel druk vaak. Dat denk ik ook wel vaak. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel een mooie stad. En ze proberen echt wel er iets van te maken. En zeker de laatste tijd proberen ze dat terug meer te laten bloeien. En meer pop-ups, meer zo kleine restaurantjes. De stad wat mooier maken met muurschilderingen of zo van die dingen. Dus, ja. En je bent nu zowaar ambassadeur. Wat houdt dat dan precies in? Ja, je mocht zelf eigenlijk een beetje een onderwerp kiezen of iets kiezen waaraan dat we €1000 mogen besteden. Wat heb jij gekozen? Ik zou graag de meisjes in Vilvoorde wat meer laten sporten. Maar waar ik precies die €1000 aan ga geven, weet ik nog niet 100%. Dus het is niet zo makkelijk precies. Ja, dus een beetje kiezen tussen ofwel iets eventgewijs opzetten of iets voor iets infrastructuurachtig kiezen, wat dan meer blijvend is. Inderdaad. Ja. Dus, je gaat er eens over nadenken. Ja, moet ik nog wat over nadenken. Ja. Ja, Vilvoorde, er zijn natuurlijk nog wel een aantal bekende Vilvoordenaren, Danira Bokris. Ja. Carrasco, zijn dat ook allemaal ambassadeurs? Horen die ook allemaal bij het clubje of ben jij de enige wel voorlopig? Ist. Ah ja. Dat moet. Ja, 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 ja. Als ik het juist uitspreek. Eet Hamou. Hamou, oké. Okay. Die is wel al ambassadeur, maar ik weet dat Carrasco doet daar wel ook wat dingen. Die heeft net een nieuwe sportinfrastructuur geopend met padelvelden en zo mini voetbalveldjes of zo. Dus die doet ook wel veel voor Vilvoorde. Maar anders weet ik het niet goed. Ja. Je kent de bijnaam toch, hè? Van de Vilvoordenaren. De Pierre Fritters? Ja. Uiteraard. Dus vroeg je me af, doe je het ook wel eens? Ja. Ah ja. Ja, toch wel. Sommigen vinden dat een beetje raar, maar het is wel lekker. Ik weet niet. Ik heb ook al paardenvlees gegeten. Een steak iets minder, maar is het gewoon, wordt dat daar meegegeven van kinds af? Je hebt zo die paar restaurantjes en ja, daar gaat je wel eens naartoe. Maar het is niet dat wij dat thuis echt eten of zo. Dus, ja. Trek je er ooit terug naartoe, denk je? Of zal je eerder hier in het Leuvense blijven wonen? Ik denk, maar ja, alles kan nog veranderen. Op dit moment denk ik dat ik misschien eerder in het Leuvense zou wonen, omdat hier ook de meeste van mijn vrienden in de buurt wonen. Maar ja, ik weet niet wat de toekomst brengt. Dat zal moeten bekeken worden. Trek nog een foto, we hebben er nog 3 te gaan. Yes, dat is van de speler. Ja. We hebben het natuurlijk al een paar keer over gehad. Is het de mooiste sportpagina in jouw sportboek voorlopig? Ja. Met zekerheid? Ja. Ja, we hebben het al vergeleken met het EK Indoor, maar misschien waren er vroeger nog andere momenten die je als heel waardevol inschatte. Ja, zeker wel. Maar deze was wel, ja. We zijn vele maanden later nu. Is 4e plaats een ontgoocheling of niet? Nee, helemaal niet. Nee. Dus fantastisch. Ja. Heb je ergens, die vraag zal waarschijnlijk al heel vaak gesteld zijn, maar ik ga ze toch nog eens opnieuw stellen. Heb je ergens brons laten liggen, vind jij? Nee, denk ik niet. Ik heb de 4e plaats gewonnen. Ja. Dus, en niet de brons verloren. Nee. Ja, dan moet je er kei content mee zijn. Hè? Inderdaad. Ja. Absoluut. Natuurlijk wat wel is, maar dat hoeft voor alle duidelijkheid geen waardeoordeel over de prestatie te zijn. Integendeel, het is meer voor de buitenwereld. Wij praten er nu nog over. We blikken terug op 2021. De kans dat men daar over 3-4 jaar nog over zal praten, over een 4e plaats op de Spelen, zal eerder klein zijn. Natuurlijk, je doet het niet omdat andere mensen erover praten, dat weet ik ook wel, maar ja, dat zet het natuurlijk ook wel wat in perspectief. Ja, net als gezegd, denk ik. Ik doe het vooral voor mezelf. En ik denk dat ik er wel nog
veel over gaan praten. Ja, je hebt dus, gelijk, hè, want het is uiteindelijk... Ja, op het allergrootste sportevenement van de wereld word je dan vierde in jouw discipline. Ja. Het is wel iets, sowieso. Maar dat zal ook een realiteit zijn, dat zachtjes aan zal... Bij de mensen dan, hè, zal weg hebben. Maar goed, misschien stoort het jou helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. En ja... ik wil nog blijven verbeteren. Dus, En aan de andere kant, we hebben ooit een boogschutter gehad in 1996 die net naast het bronsgreep vierde werd. En in een, heb je dat ooit, dat interview, gezien? Nee. Met Paul Vermeijer? Nee. Ah, dat moet je zeker eens bekijken. Bij Paul Vermeijer, die dan Frank Raas als interviewer heeft en in tranen uitbarst, omdat hij zegt van ja, vierde is niks. Vierden is, ja, geen medaille is niks. Morgen is iedereen het vergeten. En zelfs nu nog 2025, wat zeg ik, ja, 30 jaar later bijna, wordt dat geregeld nog bovengehaald. Hè. Dus zelfs de vierde plaats van Paul toen in 96 is niet vergeten. Voilà. Ook laat al dacht dat, hij laat vanzelf. Dat de burger moed geven. Wat dacht jij toen, na de eerste dag van jezelf, toen je fenomenaal presteerde? Het ging supergoed. Dus ja, ik was enorm content van die eerste dag. Ik was zelfs van sommige prestaties, dacht ik van, wow, wat mij. Nooit gedacht dat ik dat ging kunnen lopen op dit moment al. Dus En op dat moment zeg je bij jezelf, een medaille zit erin? Of was dat iets wat je altijd maar wegduwde, die gedachte? Ja, nee, dan denk ik gewoon van, oké, gewoon proberen hetzelfde blijven doen. En morgen een nieuwe dag. En ja, vooral... wel een beetje misschien terugdenken. Ik dacht natuurlijk wel een beetje terug aan de vorige dag. Maar toch proberen van er niet te veel aan te denken en gewoon aan het volgende te denken. Ja. En de proeven op dag 2, zijn die voor jou allemaal gelopen zoals ze moesten lopen? Ik denk enkel het verspringen heb ik geen plank kunnen treffen. Dus ja. Maar dat zijn inderdaad de details. Ja, inderdaad. En ik weet niet of je het voor jezelf of iemand uit jouw entourage berekend heeft wat het van punten nogal zou gescheeld hebben als je de plank daar wel had geraakt. Nee, geen idee. Het kan misschien nog eens een interessante oefening zijn. Weet je hoeveel bij je beste sprong er vanaf zat? Hoeveel centimeter bedoel ik? Mijn beste is... Maar dat was indoor wel, was 6,47 en nu 6,34. Nee, ik bedoel hoe ver je in Tokio van de plank zat bij je beste sprong. Op die manier. Zat je daar 3 centimeter, 6 centimeter? Van echt de plasticine, denk ik wel misschien 12. Want 3 centimeter, dan zit je wel echt al bij. Ja. Dan zit je op de planken. Ik weet niet hoe groot die plank ongeveer is. Dus 12 centimeter, heb je een idee hoeveel punten dat is? 30 of zo? Nee, ik weet het niet. Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Dus zo kunnen we dat eens gaan berekenen. Of er dan een, maar goed, het maakt niet uit. Het gaat niet meer veranderen. Het gaat niet meer veranderen. Laat ons ook even vooruitblikken naar Parijs 2024. Heb je de smaak nog helemaal te pakken van de Olympische Spelen? Ja, zeker. Het doel is altijd geweest om in Tokio de ervaring mee te pakken en in Parijs op mijn beste te zijn. Dus dat blijft het doel. Wordt dat jouw sportief eindstation of niet bij voorbaat? Nee, niet bij voorbaat. Wie weet, als alles goed gaat, kan ik er nog wel een paar jaartjes bij doen dan. Ja. In Parijs zal je 28 zijn? Ja. En 32 is best ook nog oké voor een zevenkamster? Ja, ik denk het wel. Maar we zullen wel zien hoe het loopt, want het lichaam moet ook mee. Eerst tot in Parijs. En natuurlijk, ik weet niet of is dat iets van, goed, dat kan ik zo lang uitstellen als ik wil. Misschien begint op een bepaald moment ook... De roep voor een gezin er te zijn, voor te werken, een diploma te gaan verzilveren, ik weet het niet. Of heb je dat gevoel totaal niet? Ja, mijn diploma ga ik hopelijk dit jaar al verzilveren. Maar op dit moment niet echt. Maar ik ben zo slecht om in de toekomst al te gaan kijken. Dus daar ben ik niet zo goed in. We gaan naar de laatste twee foto's. Oké. Okay. Dat is op het galabal van de Biomingeurs. Vriendinnen. Hoe zit het met de studies? Aan de thesis bezig dus? Ja, het is laatst jaar nogmaals. Dus goed, hè. Heb je alles zonder problemen doorgesparteld? De eerste 2 jaren waren wel best moeilijk. Maar sindsdien ging alles heel vlot. Ja.
Waarom heb je voor bio-ingenieur gekozen? Ik denk omdat ik slecht ben in keuzes maken. En bio-ingenieur is heel breed. En ja, ik doe graag wetenschappen, dus ja. Het lijkt me niet evident, dat soort studies. Nee, het is wel pittig soms, ja. En in combinatie met de sport, dat is dus, ja. Ja, het is goed dat we het kunnen spreiden, die studiejaren. Anders zou het denk ik wel een beetje onmogelijk zijn voor mij. Maar ja, het gaat wel. Dus ja, die eerste 2 jaren waren zo heel hard aanpassen en was wel heel zwaar. Maar sindsdien gaat eigenlijk alles heel vlot. Yeah. Wat denk je ermee te doen later? Ja, ik wil wel graag zo'n soort van sportingenieur of zo worden. Maar ja, moet ik ook allemaal nog eens bekijken. En sportingenieur als zijnde iemand die nutritionist zaken gaat onderzoeken? Of? Nee, eerder. Ja, we zijn zo veel bezig met hartslagmeters of zo van die dingen. Ja. Eerder van die technologie. Dingen. Dan eerder technologie. Zo eerder ergens bij professor Hespel dat soort zaken dan gaan doen. Ja. Ja. Of meer de ontwikkeling van het materiaal zelf. Dat kan ook. Het kan nog vele kanten uit, ja, dat is duidelijk. Inderdaad. Maar met een witte jas in een labo, dat dan weer niet. Nee, helemaal niet. Nee. Dat gaan we dan eens in doen. Eerder toch het commerciële werk. Maar sowieso ga je die weg wel inslaan, denk je. En ik bedoel daarmee, het is niet dat je per se zegt van ik kan misschien ook gewoon in de sport blijven. Trainer worden of geen idee. Ja, nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Denk, valt misschien ook, op dit moment denk ik wel, ja. Denk. Valt misschien ook je boterham niet mee te verdienen in Vlaanderen. Ja, dat was zo. Ja. Bijjobje of zo, kan misschien nog wel leuk zijn. Maar ik denk niet dat dat iets voor mij is. Dus. Breek binnenkort de examenperiode aan? Ja, maar ik heb dus geen examens meer. Dus Oké. Het is enkel thesis nog. Wauw. Ja, het is, ik ben zo precies al een beetje aan het werken. Ja, dat heb je goed gedaan, zeg. Draai maar de laatste foto om. Op vakantie. Een reisfoto. Afgaande op jouw Instagram-pagina, ga je wel graag op reis? ja, dat is waar. Ja, reizen is wel leuk. Maar zoveel, heel veel tijd heb ik daar precies wel niet voor. Dus, Heb je een favoriete plaats? Ik denk van alle reizen die ik al heb gedaan, was IJsland de mooiste. Maar toen was ik wel nog heel jong, dus heel veel herinner ik me daar ook niet meer van. Maar, Met de ouders was dat dan? Ja. Ben je een globetrotter? Ook niet zo heel hard, denk ik. Zo, ben je echt al ver geweest, bedoel ik? Of blijft het dan toch allemaal maar... alleen maar? Ja, als ik zo met vrienden en zo op reis ga, is dat ook eerder dichterbij. Ook omdat ik, denk ik, heel slecht ben in plannen. Dus dan zou ik dat allemaal last minute nog moeten beginnen regelen, maar dat is niet zo makkelijk. Ja. Heb je dan nog een bucketlist? Want nu werk je wel aan je thesis, maar je bent nog niet in die verplichte mallenmolen van gaan werken. Anderzijds, je hebt natuurlijk wel veel verplichtingen voor de sport, dus het is niet dat het zoveel verschilt. Je hebt nog geen gezin voorlopig, wat het ook natuurlijk net iets vrijer maakt om te gaan reizen. Wil je nog een aantal zaken afwerken? Je hebt zowel van die droombestemmingen of zo, maar het is niet dat ik zoiets heb van daar moet ik absoluut nog naartoe zijn geweest of zo. Dus ik denk dat ik niet echt een hele globetrotter ben eigenlijk. Nee, als ik het zo hoor, Vilvoorden is oké. En Leuven ook nog. Nee, ik vind het heel fijn om naar de zon te gaan en zo. En, maar zo dat zelf organiseren en al die dingen, daar ben ik precies niet zo goed in. Dus. Ja, een echte topsporter. Hè. Die gaan graag trainen in de zon als het maar geregeld is voor hun. Ja. Waar ga je het liefst op stage? Deze winter niet. In de paasvakantie gaan we wel. Ja. En heb je een favoriete plaats om te gaan trainen? Waar ik het liefst ga. We gaan een beetje altijd naar dezelfde plaatsen. Tenerife, Turkije. Is wel heel oké. Ik ben in Zuid-Afrika ook geweest, maar toen. Stellenbosch? Ja, Stellenbosch. Toen, dat was midden in de examenperiode, dus heel veel heb ik daar ook niet kunnen zien. Wil ik misschien wel ooit nog eens naartoe.
Ja. Zuid-Afrika, dat is toch wel wat verder, hè? Ja, dat is waar. Dat is wel een mooie bestemming. Jammer dat je toen examen zat, inderdaad. Ja. Dat je er weinig van gezien hebt. Ja, het is zaterdag nu, zaterdag namiddag. Morgen rustdag, vermoed ik. Ja. En volgende week zwaar blok. Volgende week is rustweek. Allee, rustige week. Dus... En wat houdt dat in? Dan wordt de helft van de training nog gedaan. Ja, zoiets. Of aan de helft van de intensiteit of zo. Of half zo lang. Ja, is dat zo'n weekje waar je af en toe eens nood aan hebt? Daar snak je dan naar? Nee. Ah. Ja. Dus... ik denk dat de trainer zegt van, ja, nu gaan we eens een rustige week doen. Of ik daarnaar snak. Goh, dan heb ik even wel een beetje meer tijd om zo wat andere dingen in te halen. En ik denk misschien dat je en allee, dat ik aan mijn lichaam wel voel van oké, dat kan ik wel even gebruiken. Maar ja, ik vind het niet erg om veel te trainen. Dus, Echt trainingsbeest, ongelooflijk. Het was fijn dat ik hier te gast mocht zijn. Graag gedaan. En gefeliciteerd met de gezellige kerstboom. Dankjewel, Gemin. Die je niet zelf gezet hebt, voor alle duidelijkheid. De credits zijn voor... Ellen. Voor Ellen, dat heb je goed gedaan. Dat gaan we er zeker in steken, want dat verdient ze. Zij, kijk, ze heeft het wel echt gezellig gemaakt hier. Ja, het is waar. Het is een mooie boom. Het is echt prachtig. Fantastisch. Dankjewel, Noor. En veel succes in 2022. Yes, dankjewel.